Cause every time he pulls me near, I just wanna tear. Let's hear it for the boy. Let's give the boy a hand. Cause what he does so well. Makes me want to yell. Let's hear it for the boy. Let's give the boy a hand. Let's hear it for my baby. You know you gotta understand. Oh, maybe he's no Romeo, but he's my loving one man, so oh. Let's hear it for the boy. Ja, mijn doek ging steeds naar beneden. Dus ik moet het een beetje zo doen. Je haarband. Ja. Die dreigde over je ogen te zakken. Ik dacht, oh jee, dus ik moet even... Ja, dat is lastig. Nou ja, hij zit prima hoor. Ja, nu wel weer. Nu wel, ja. Gordon. Ja, ik ben heel erg fan van Denise Williams, sowieso. Ik vond het jammer dat je in het liedje niet even het fluitregistertje deed, hè? Weet je, okay. Dat is een klein dingetje. Het was wel een verademing om even iemand anderhalf minuut lang zuiver te horen zingen. Okay. Dus dat vind ik wel heel fijn. Klein puntje van kritiek is dat het lijkt alsof je een beetje ademtekort kwam. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik was een beetje te geconcentreerd om te dansen, zeg maar. Dus, Je nam te grote stappen, denk ik. Inderdaad. Ja, maar ja, wat ik wel eerlijk moet zeggen is dat... Het is een nummer wat perfect bij je past. Ja. Qua stem sowieso, Denise Williams. Die zit ook een beetje in die regionen. Okay. Maar ik denk dat jij veel meer het publiek kan raken door een mooie ballad te zingen. Ik vind het een beetje zo'n huppelkutje nummer. Ik dacht voor de verandering. Ik heb al twee keer, dus ik dacht een beetje meer pit nu. Ja, hier zat echt geen pit in, sorry. Nee? Okay. Nee. Maar ik vond het op zich een heel goed optreden. Oké, dankjewel. Echt wel, hoor ik. Maar nu de vraag, wat is een fluitregistertje? Ja, ik weet het niet. Een fluitregistertje. Ja, het kwastje. Triolen hadden we vorige week en de week daarvoor. En nu een fluitregistertje. Dat is? Dus eigenlijk hetzelfde als die flageolet. Hetzelfde als die flageolet. Maar degene, we leggen het allemaal in jouw kast. En aan het einde van al die shows, dan gaan we er gewoon allemaal doorheen. Maakt niet uit. Oh my god. Ja, nee, goed. Zoals Mariah Carey doet. Ik zal wat Mariah Carey doet. Ja. Dat hij gewoon dat je sirene aanzet, bedoel je? Fluiten, dat is, ja, dit is fluiten, okay. Maar ja. En daar knapt het dan enorm van op. Ja, goed. John? Ik zal het simpel houden deze keer. Ik vond het wel leuk in het begin. Je bewoog meer dan de mensen die ik tot nu toe heb gezien. Dus dat was heel, heel fijn. En inderdaad, logisch dat je daarbij een beetje buiten adem komt. En niet altijd in toon bent, maar wel 90% van het nummer. Dus dat vond ik heel erg goed. Ik ben met Gordon eens. Het nummer past heel goed bij je. Maar het is inderdaad niet het nummer waar je ons mee wegveegt. Maar al met al vind ik het wel goed gedaan.